ding, ding. Dames en heren, tot onze grote spijt is er een kleine storing. We hopen dat die zo gauw mogelijk verholpen is en we vragen van u even geduld. Het beeld is nu weer goed, maar het geluid is nu weer. Ja, geeft niks. Is het geluid bij jullie weg? Oh, het beeld is nu wel goed, maar het geluid is weg. Wil je dat even zeggen? Ja, we hebben geen geluid. Vertel me dat er geen geluid is. Dat kan ik toch niet zeggen? Waarom niet? Ja, maar doe dan wat anders. Doe wat anders. Want we moeten die kijkers nu duidelijk maken dat er geen geluid is. Dus doe wat. Kan niet schelen wat. Probeer maar. Hoe maken we het ze duidelijk? Er is geen geluid. Ja, er is geen geluid. Wat nou, er moet er maar een bordje komen van geluidstoren. Juist. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Dag dames en heren. Dag dames en heren. Dag dames en heren. Dag dames en heren, goedenavond. U kijkt naar een programma van het themakanaal Best 24. Best 24. Best 24. Best 24. Televisie Monument. Een monument en het gaat over... Televisie Monument, omroepers. 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 En natuurlijk omroepsters. Een programma van Han Pekel. Veel plezier. Het eenzaamste beroep van de wereld. De uithuilkuil. Maar ook de meest bezochte pagina van de Wikipedia van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De omroepsters. Er zijn er in de kleurrijke geschiedenis van 60 jaar televisie zo'n 150 geweest. Een televisiemonument over een uitgestorven beroep. In de vroege jaren 50 was een televisietoestel nog zo zeldzaam dat een televisiemedewerker zijn hoed afnam voor elke televisieantenne. Omroepers waren vanaf de start in oktober 51 het vertrouwde huiselijk gezicht van de omroep, tot het beroep in 2003 ophield te bestaan. De omroepsters van het eerste uur, waaronder Mies Bouwman, waren dochters van omroepbazen. Het was een bijbaantje. De omroepers waren het gezicht en de identiteit van de omroep. En in het toen nog verzelde medialandschap was dat heel goed te horen aan de toon en aan het taalgebruik. Dames en heren, goedemorgen. Namens de AVRO wens ik u een gelukkig 1965. Goedemorgen, dames en heren. Namens de KRO wens ik u een zalig nieuwjaar. Goedemorgen, dames en heren. Namens de VARA wens ik u een goed 1965. Goedemorgen, dames en heren. Namens de VPRO wens ik u een voorspoedig nieuwjaar. Goedemorgen, dames en heren. Namens de NCRV wens ik u een gezegend 1965. Jij zou een geweldige televisieomroepster zijn. Je ziet er toch altijd zo over in het beeld. De eerste omroepster ooit in Nederland was de dochter van Koos Speenhof. Zij werkte in 1935 op de administratie van Philips en mocht in dat jaar de allereerste aankondiging doen voor een televisiecamera in Nederland. In de oertijd van de televisie moest nog alles geleerd en ontdekt worden. De televisie stond letterlijk in de kinderschoenen. Ook de omroepsters van het eerste uur, zoals Karin Krijkamp, moesten zelf leren hoe ze hun beroep moesten uitoefenen. We hadden niks. We hadden geen decors. We hadden nauwelijks natuurlijk cameramensen. Het was allemaal van die hele stomme kleine cameradingen. We hadden geen decors, dus er werd een wandje achter je opgehangen aan haakjes. Omdat er afhing van wat je aan had. En zwart en wit mocht je niet dragen. Want dat kon niet, want televisie was alleen maar zwart en wit. Dat is een hele rare wereld. En je werd ook heel anders opgemaakt. Nou, A werd je eerst niet opgemaakt, dus dat deed je dan maar zelf. Met een sponsje pancake. En de gasten, die werden ook, ja, ook wel door mij. Want toen was er nog geen grimeur en zo, dat kwam allemaal nog. En wonderlijk was dat ze je een gele streep over je neus gaven. Een gele streep? Gele streep. En paars aan de zijkanten van je neus. Waardoor het een mooi smal neusje leek. En hier werd het ook paars gemaakt. Dus een kaken had je nauwelijks. Je kreeg een mooi smal toetje. Tenminste, dat zal dan wel. Maar ja, het was natuurlijk heel gek. En voor de rest was het zo dat alles wat glom aan iemand... daar werd pancake op gesmeerd.
Ik kan mij een opname herinneren, Karin. Ik geloof dat toen de televisie 5 jaar bestond, dat jij een liedje zong over het beroep van omroepster. Ja. Kan jij je dat nog herinneren? Je kunt je als omroepster heel goed verzorgen. Je haar in de krul, je gezicht in de plooi. Zoiets. Ja. Stom, hè? Je moet je als omroepster heel goed verzorgen. Je haar in de krul, je gezicht in de plooi. Van dat perzikkenwerk. Bij de fanmail van morgen is vast weer een brief. Oh, wat vind ik u mooi. Goed verzorgd dus en rimpeloos. Ha, waar is nou weer die rimmeldoos? Hoe gelukkig, hier achter de pancake. Oeh, daar heb ik het weer, dat gevoel in mijn maagstreek. Dat heb ik nou altijd vlak voor ik begin. Ach, hier moet nog een beetje, hier onder mijn kin. En als ik die tekst nou maar gewoon voor mocht lezen. De dokter zegt, het zullen wel zenuwen wezen. Als ze het niet weten, dan zeggen ze gauw zenuwen, klieren of een kou. Kom nou. Het idee van gast van gastheer, dat ontstond al eigenlijk in de experimentele fase bij Philips. Omdat men merkte dat de technici ruimte nodig hadden om van het ene programma naar het andere over te gaan. En omdat het fenomeen televisie sowieso nieuw was en er was geen reclame in die tijd, was er geen overgang tussen de ene productie en de ander. Dus die duiding was nodig voor de kijker. Zomaar, waar kijken we naar? Waar gaan we naar kijken? Maar ook voor de technici en de decormensen om de volgende productie in gereedheid te brengen. Hier is de NDS met het programma Geprolongeerd. En de eerste 5 jaar van de televisie waren het veelal familieleden van directeurs, regisseurs. Maar de echt meest bekende uit de alle beginperiode zijn Tanja Koen van de NCRV en Mies Bouwman van de KRO. Ja, luisteraars, er was spanning vanavond in de Nederlandse televisiestudio te Bussum. Al waar om 8:15 het eerste KRO-televisieprogramma de lucht inging. Ja, meneer. Ja. Juffrouw Bouwman, een ogenblikje. U bent de omroepster hier? Ja. Ja. Heb u eventjes tijd om... Nou, heel eventjes. Ik moet zo de lucht in. Zo? Ja. Zo met al die kleuren op uw gezicht en hoe noemt u dat natuurlijk? Make-up? Het zal wel groen en geel voor uw ogen worden? Nee, blauw. Blauw. Nou ja, goed. Op het scherm is het straks toch allemaal normaal en het geeft een goed effect. Dat heb ik al gemerkt. Bent u zenuwachtig? Nou, wel een beetje, ja. Maar ze zeggen dat ervoor nodig is. Moeten we duimen voor u? Nou, graag. Nou. Alle drie. Juffrouw Bouwman, de hoogste tijd. Dag, weer. Het nichtje van KRO-omroepster Hannie Lips was heel boos op haar tante, omdat ze nooit terugzwaaide als haar tante op bezoek kwam via de televisie. Tante Hannie en haar zwaaien naar de kijkbuiskinderen van toen werd het symbool van het beroep van televisieomroeper. Maar voor alle omroepsters geldt, de eerste keer omroepen is in het geheugen gegrift. Die allereerste keer zou buiten beeld gaan, dus dat was wel heel prettig. Dus ik hoefde ook niet op de kleding te letten. Dus ik had een gestreept blauw-wit jurkje aan, een zonnejurkje. Daar had ik ook nog zo'n plastic ketting van 1 gulden toen, ook blauw-wit. En ik dacht, nou, ik ga lekker buiten beeld en dan ga ik eens even wennen aan dat sfeertje en hoe dat allemaal gaat. En ik had mijn teksten goed geleerd. En toen kwam ik aan in Concordia, dat was toen nog zo, want daar deed je de buiten beeld. En toen zei de portier, nee, je moet niet hier zijn, je moet in Hilversum zijn. Ik zeg, in Hilversum zijn, het is toch buiten beeld? Ik moest mij hier melden, eerste keer, hè? Ja, ja. En zei hij, nee, je moet gewoon naar Hilversum gaan, naar de grote studio. Nou, was ik natuurlijk ook nog nooit geweest, dus daar kwam ik dan aan. En toen kreeg ik te horen dat ik in beeld moest. En daar zat ik dus met mijn streepje en mijn ketting van een gulden. Daar helemaal niet op gerekend. Ach. In de make-up wist ik natuurlijk ook niet wat dat was. Daar gingen we. En ik deed mijn dingetje zo goed als ik kwaad als kon. Ik was erdoor overvallen. Dus ik moest ineens. En ik weet nog dat aan de andere desk zat een nieuwslezer en die had net het nieuws gedaan. En die bleef zitten toen ik mijn omroeptekst moest doen. En toen het klaar was, toen stortte ik eigenlijk in elkaar. Ik begon te huilen. Toen zei die nieuwslezer, ik weet niet meer wie het was. Ik dacht dat het Joop van Zijl was, maar ik weet niet zeker meer. Toen zegt hij, joh,
Alsof je nooit anders gedaan hebt. Ja, dat was mijn eerste keer. Hoe zag zo'n avond omroepen voor Veronica er toen uit? Nou, we hadden de grote studio's, Studio 1 en Studio 2 in dat tijd. En wij zaten dus in Studio 2. Dat was een enorme studio. Later zijn het kleine hokjes geworden. En daar stond gewoon een desk in het hoekje. Het was te ongezellig voor horen. Je zat gewoon in dat hoekje. Autocue hadden we natuurlijk helemaal niet in die tijd. Dat is pas allemaal later gekomen, maar dat hadden wij niet. Dus je ging in dat stille hoekje zitten en de lichtjes gingen aan. En je hoorde van Schaffelaar, dat was toen de eindregisseur, van 4-2 minuten. En daar ging je. En dan liep de leader en dan zat je rechtop. Het was een, het waren best eenzame avonden. Het was wel heel leuk dat we in die tijd Studio 1 en 2... Nou, Viola Holt had heel vaak met mij dienst. Dus ja, tussendoor zaten wij wel bij elkaar. En praten wij over het leven en over de fans en over de mails. En de haren waren absoluut anders dan de mijne. Maar dat was het aardige. Maar het was op zich een heel eenzaam raar avondje. Maar ja, dan als het tijd was, dan was het toch naar dat eenzame hoekje in die studio. En wachten tot dat lampje rood ging branden en dat verhaal doen. Het was toch wel een beetje het eenzaamste beroep ter wereld, hoor. Het eenzaamste beroep van de wereld. Ja. Dat is een terwijl er miljoenen mensen naar je zitten te kijken. Ja. Goedenavond, dames en heren. In deze uitzending van de BBC en de Nederlandse Televisiestichting kunt u zo dadelijk getuige zijn van een gemeenschappelijke Engels-Nederlandse kerkdienst. In de Holy Trinity Church in Hull in Engeland en in de Morgensterkerk in Rotterdam-Zuid zijn beide gemeenten bijeengekomen. Dankzij de technische mogelijkheden van de televisie kunnen zowel de kerkers in Engeland als in Nederland deze uiting van christelijke gemeenschapszin meebeleven. Als jij als historicus kijkt naar de functie van die omroepers in die 60 jaar jonge geschiedenis van de vaderlandse televisie, wat is dan hun betekenis geweest? De omroepers zijn voor de kijkers van de eerste jaren van televisie echt de gezichten van televisie. Zij waren degene die het vaakst zag. Een acteur zag je misschien één keer per week in een serie. En dan was het maar afhankelijk van of die snel weer een rol kreeg. Spelprogramma's liepen maar zo lang. Dus de presentatoren die zag je eens per week. Maar de omroepers die zag je wat vaker, die zag je 2 keer per week. En dan meerdere keren op een avond. 'S middags al bij de kinderuitzending, begin van de avond. En dan ieder programma werd aan- en afgekondigd. Dus tussen ieder programma zag je die omroepster. Dus daardoor zijn die mensen zo ontzettend verbonden met die televisiegeschiedenis. Iedereen heeft ze gezien. Zelfs in de jaren 70 hadden de omroepsters van de Tros, dat is onderzocht, 95% naamsbekendheid bij de bevolking. Als miljoenen ogen zich 's avonds op dit beeld concentreren, stelt in de presentatiestudio één oog van één camera zich in op de omroepster. Camera 2 is al volop in actie, dat vertelt het lampje erbovenop. Maar de weerkaart wacht rustig op de depressies. En in de filmcabine sluit de operateur het beeldvenster. Jongens, nog 5 seconden voor de eerste pingel. Eerste pingel is ingegaan. En dit zit snor, zegt de grimeur tegen de acteur. In de studio zijn de grote lichten nog niet aan. Alles en iedereen wacht op het vastgestelde tijdstip. De tijd dat de uitzending gaat beginnen. Derde pingel is ingegaan. En de laatste. 5 seconden. Attentie, Tanja. Kionfeet. Goedenavond, dames en heren. Hier is de Nederlandse Televisiestichting. Het doet ons bijzonder veel. Elke avond kijken miljoenen ogen naar het werk van de Nederlandse televisie. Dat vindt u misschien vanzelfsprekend. Maar wat weet u van de achtergronden van dit fascinerende bedrijf? Hoe wordt het technische wonder dat men televisie noemt mogelijk gemaakt? Wie werken er achter de schermen? Wat gebeurt er allemaal voor omroepsters, weermannen, acteurs of cabaretiers bij u in de huiskamer zitten? Het orkest de Zaaiers onder leiding van Jos Kleber. Startfilm. De gisten zijn Joekie van der Valk en Phyllis Leem.
En dan nu, zoals altijd, aan het begin van ons programma, het NTS-journaal. En over. Ik denk dat het publiek sowieso veel meer waarde eraan heeft gehecht dan wie dan ook. Zelfs meer dan de omroepsters zelf, heb ik het idee. Want ze zijn heel erg bescheiden over hun rol. Maar het publiek zag ze als een vertrouwd iemand die elke dag bij hen thuis kwam en ze vriendelijk toesprak. Voor mensen die alleen woonden, bijvoorbeeld, was dat heel erg belangrijk. En daar waren de omroepers zich ook wel bewust van. Die beelden zich in dat ze bij iedereen thuis binnenkwamen. Zelfs bij de koningin. Dus het publiek vond het heel erg belangrijk. Het was een herkenningspunt. Het was iemand die ze persoonlijk aansprak. En dat is toch wat anders dan een bumper of een logo. Voor het publiek was het heel erg belangrijk. Ik heb ook wel een brief gehad een keer van iemand die zei... ja, u bent, en dat was dan pas 's avonds, u bent de eerste op mijn dag die wat tot mij zegt. Nou, dat is toch wat. En als je dat weet, dan zit je daar wel anders. Omroepsters zijn niet alleen onderdeel van het collectief geheugen, maar het zijn ook een beetje vergeten. En geschiedenis moet je levend houden. Zeker als zoiets belangrijks, wat toch de identiteit van de omroepen jarenlang bepaald heeft, als dat onbekend is, moet je daar meer van weten. En daarom zijn we ermee begonnen. Wat heeft jullie ontdekkingstocht opgeleverd? Waarover heb je je eigenlijk het meest verbaasd? Nou, in eerste instantie verbaasde ik me over hoe weinig er bekend was en hoe weinig, zeg maar, gecatalogiseerd in het archief er is. Dus als je een omroepbeurt wil vinden, dan moet je goed zoeken. Dus dat is al heel jammer. Maar in de gesprekken kwamen vooral wat mij intrigeerde, het vakmatige van het omroepen. Hoe moeilijk het toch is om in een aantal kernzinnen heel kort mensen welkom te heten en een programma in te leiden. En ja, wat daarbij komt kijken, hoe eenvoudig het lijkt, zo moeilijk is het. En hiermee eindigt deze extra uitzending van de Nederlandse Televisiestichting, waarvan het programma werd gepresenteerd door de 5 omroepverenigingen die vandaag 5 jaar televisieprogramma's uitzenden. We hopen, dames en heren, dat u met genoegen hebt gekeken en nemen nu afscheid van u. Goedenacht. Welterusten. In de 50 jaar dat het beroep van omroeper heeft bestaan, verliep de avond steeds in lange uren wachten tot die korte momenten dat een presentatie moest worden gedaan. De zogenaamde uithuilkuil was een speciale ruimte waar de omroepsters van dienst wachten op hun volgende aankondiging. Hoe verliep zo'n omroepbeurt? Nou, je ging een soort van bloot naar de studio. Bloot, kaal, zo, hier. En dan mocht je eerst naar de afdeling schmink. Daar was het heel gezellig. Daar moest je trouwens nummertjes trekken. Hè? Want daar zaten niet alleen de omroepsters, maar daar kwamen ook de journaallezers binnen. Daar kwam Erwin Krol binnen. In die tijd begon Erwin net, kan je nagaan, ook zo lang geleden. En daar werden moppen verteld. Marga van Praag was heel goed in moppen vertellen. En afhankelijk van wie er het eerst voor de camera moest, kreeg jij te horen wanneer je dan aan de beurt was. Dan had je natuurlijk ook de kleding. Hè? Want heel Nederland zat toch wel te kijken, of half Nederland, wat je aan had zo'n avond. Dus, merkte je dat ook? Ja. Want wij kregen dan, of tenminste ik kreeg dan... Ik zat nog niet op de buis. En ik kreeg aanbiedingen van importeurs van kleding om hun kleding te dragen. Uh-huh. En dat lost natuurlijk een stuk van het probleem op. Mm-hmm. Want de kasten met de leuke dingen van je vriendinnen, ja, die raken natuurlijk ook een keer uitgeput. Dus dat was wel een hele prettige bijkomstigheid. En als dan wisten dus de winkeliers het ook, dat dus die omroepster, Ellen Brus in dit geval, de kleding droeg van puntje, puntje, puntje. En als ze dan zagen bijvoorbeeld dat ik een trui aan had of een blouse aan had van dat en dat merk, dat hing natuurlijk volgende dag voor en in de winkel. En dat was heel herkenbaar voor het publiek. Je kwam. Ja. En dan hoorde je wel wat er ging gebeuren. En dan ging ik op de wc zitten met een tekstje. En dan dacht ik, dat ga ik heel anders zeggen, dat zeg ik zo niet. En dan zei ik tegen mezelf, zit het op de play, nou zeg het dan maar op je eigen manier. En als ik het dan 10 keer op mijn eigen, dan kon ik die stomme tekst ook zeggen.
Begrijp je dit? Ja. Of vind je het heel gek? Nee, ik begrijp het helemaal. Want jullie werkten niet met autocue en je moest dus gewoon zelf. Je moest het allemaal zelf. Je moest alles zelf. Nou, dus de belichter was bezig en onderwijl zat je dan nog weer in die teksten te schrappen en te doen. En vooral daarna te mummelen, hè. Allemaal die teksten. Mummelen noemde ik dat. Als omroeper kom je bij iedereen op bezoek. Zomaar, boem, kom je bij iemand binnen. En je weet nooit in wat voor situatie je terechtkomt. Daar moet je rekening mee houden. Daar was ik me ook altijd heel erg van bewust. Dat je in allerlei situaties zomaar opeens het woord richt tot iemand. Daar moet je je bewust van zijn, denk ik. En als je dat bent en je blijft jezelf en je gaat geen dingen aanleren. Gewoon. En of een ander het dan niet zo goed vindt, jammer dan. Als jij jezelf maar blijft, je hebt je best gedaan. Ja, het moet er natuurlijk wel goed uitkomen. Maar ik bedoel, de een vind je aardig, vind je een sympathieke omroepster, vind je een goeie en de ander vind je niet goed. Dat hou je toch. Dus je moet jezelf blijven. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. In de camera. Dus hier. Ja, je doet het zelf wel kunnen. Hier. Die lens is het. Ja. Zeg eens, dames en heren, goedenavond. Heel rustig, ja? Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Dan zeg ik nou eens heel het woord. Dames en heren. Dames en heren, goedenavond. Ja. En wat heb je er op je berichtje staan? Het volgende dus, hè? Ja. De heer D. was zeer verrast toen hij thuis kwam en merkte dat zijn vrouw veranderd was in een vogel. Nou, als de dag van gisteren. Zo spannend. Ja. Ja, hij was echt heel eng. Ik geloof dat ik ook allemaal uitslag had van de spanning. Allemaal rode plekjes. Dus ik zei, ik kan niet omroepen, want het gaat niet met dat. En toen zei Hein van Nieveld, die liep mee. Die had mij ook een beetje ingewerkt. En die zei, ga gewoon zitten. We gaan eerst naar de schmink, dan kijken of we dat leuk wegkrijgen. En toen, inderdaad, bij de schmink geweest en ik ben gaan zitten. En toen zei ze, je ziet er niks van. Dus ik ben het gaan doen. Nou, je zag het echt wel. Maar ik moest toch een keer door. Dus. Doodseng. Het was heel eng. Het was heel eng, ja. U kunt nu nog kijken naar reclame en journaal wat ons betreft. Bedankt en heel graag tot volgende week. En ik had ook tijd genoeg om me te realiseren dat er mensen keken. Ja? Dat was heftig, ja. Heb je daar last van gehad toen? Nee, alleen de tweede keer was ik zenuwachtig. Echt ongelooflijk zenuwachtig. Met dat idee en die kennis in mijn achterhoofd was heel vervelend. Ja? Hoe heb je je daar doorheen geslagen? Nou, ik heb dat niet zo best gedaan, want ik wist natuurlijk waar het over ging. Dus ik had gewoon het Veronica-blad voor me. En ik begin mijn verhaal. En opeens wist ik het niet meer. En dan zie je mij dus ook zo onderuit gaan. En dat Veronica-blad komt langzaam overeind. En ik zit te kijken en ik kom weer recht overeind. En ik ga gewoon weer door. Maar dan lopen de druppeltjes wel over je rug, hoor. Ja, en toen kreeg ik ook op mijn kop. Dus het kan wel beter volgende keer, hè, Boelen, in de gang. Zijn Rob dat? Ja, Rob. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. U ziet het, we zijn nog steeds in feeststemming, want de Tros bestaat 15 jaar. Ook vanavond kunt u weer tot bijna 12 uur naar ons kijken en we hebben dan de volgende programma's. Als eenmaal de kop eraf was, dan ging die wel. Ja. Maar toch altijd wel met bonzend hart. Ja? Ja, en klamme handen, ja. Ja, heel spannend. Ik heb dat nooit bij jou gezien. Nee, nee, nee. Nee. Maar dat zijn van die dingen, ja, daar bluf je je overheen. Ik ben ook ongelooflijk stressbestendig geworden door dat vak. Maar had je ook angst op zo'n moment? Ja, dat het fout zou gaan. Gewoon plankenkoorts, faalangst. In erge mate. Ja? Ja. Ja, je. En het gekke was, als het dan misging, als je dan je versprak. Ja. Dan had je ook het gevoel van de volgende keer, ja, nu moet die goed gaan. Hè? Want je had het gevoel van, ja, die halve minuut, want vaak was het maar een halve minuut of een minuut. Ja. Dan moet je die boodschap die je over wil brengen naar de kijker, die moet goed gaan. En dat maakte het zo spannend. Weet je nog je ergste fout te herinneren? Of heb je dat goed weggestopt? Nou, ik weet er nog wel één. Maar hij is niet zo spectaculair. Maar op een gegeven moment moest ik vertellen dat we dus gingen kijken naar een hockeywedstrijd die op de kunstgrasmat gespeeld zou worden in Klofnaarden. En ik dacht, oh, dat woord kunstgrasmat.
Nou, en dan zit je dus in je tekst en je ziet dus van tevoren al eigenlijk op je netvlies dat woord komen. Dus daar ging ik in mijn tekst naar kunstgrasmat en ik zei dus kunstgratmat. En toen belde dus mijn trosbaas op, Kees en Daas, die zegt, ach kind, het had erger gekund. Aanvankelijk waren de omroepers braaf uitziende vrouwen. Huismoeders met een leuk bijbaantje. Maar in de jaren 70 met de komst van Veronica werd het uiterlijk van de omroeper belangrijker. En uit de reacties bleek dat de kijker met een andere blik naar de omroeper ging kijken. Viola Holt was een van de eersten die duizenden huwelijksaanzoeken kreeg en erger. De bom sloeg in met de komst van Diebertje Blok. Haar wilde kapsel, haar fraaie uiterlijk, bracht iets meer teweeg bij grote groepen jonge mannelijke kijkers. Een eigen fanclub en een ode in de vorm van een lied waren voorbeelden van die gevoelens die zij opriep bij haar zeer gewaardeerde verschijning op de Vaderlandse televisie. Maar het kwam voor mij werkelijk uit het niets. En ik ging daar ook naartoe met het... Weet je, ik was heel jong. Ik vond alles wel leuk. En ik had nog echt geen flauw idee. Ik deed alles gewoon maar. Maar je had je uiterlijk wel erg mee. Ja, maar daar was ik me helemaal niet bewust van, Han. Dat is iets wat je helemaal niet... Je bent je daar absoluut niet bewust van. En zeker niet zo naïef was ik ook van de impact van de televisie. Nee? Nee, absoluut niet. Ik had niet... En al was natuurlijk de reactie op mij vrij extreem. Mag je wel zeggen, dat mag je wel zeggen, ja. En dat had heel veel te maken eigenlijk met hoe ik eruit zag en hoe ik deed, denk ik. En dat is op een leeftijd die ik toen had, dat je eigenlijk nog heel onzeker bent en geen idee hebt wat je moet, was dat was het ook helemaal niet prettig. Was best heftig. En dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Daarin word je ook niet begeleid. Maar dat hadden ze blijkbaar ook niet kunnen voorspellen, denk ik. Want dat was gewoon nog nooit vertoond. Want ik was toch maar een omroepster, weet je. Ik vond het ook niet... Ik denk, ja, tuurlijk, je moet dat even in die paar seconden zo goed mogelijk doen. En de kick ervan is dat het live is. Dat is heerlijk, natuurlijk. Je hebt toch even zo'n machtig gevoel als er iets gebeurt. Ben jij de eerste die toch minstens de helft van het volk... want er waren maar twee netten, dan kan toespreken... Dat was leuk en om daar even een gebakje van te maken. Maar meer was het ook niet. Weet je. Ik herhaalde nog eens wat er in de krant stond en in het omroepblad. En in de gids op een vriendelijke manier, een soort gastvrouw. Maar je moet daar ook niet te veel van maken. Maar het had een waanzinnige impact, mijn verschijning. Maar ja. dat had maar ik zelf niet in de gaten van beschrijf tevoren. Beschrijf die impact eens. Ik gigantisch veel fans kreeg, heel veel post. Het was ineens echt, er kwamen zakken vol met post. Echt niet overdreven. In het begin was ik nog heel braaf. Dacht ik moet dat ook allemaal beantwoorden en zo. Maar daar ben ik al heel snel mee gestopt, want dat was gewoon niet te doen. Je wordt er eigenlijk onzekerder van. Omdat je weet dat mensen hebben een soort beeld van, ach, lief meisje. Terwijl je ondertussen natuurlijk weet van wat voor verschrikkelijke gedachten er in je hoofd zitten. En dat je helemaal niet, ik was helemaal niet zo'n lief meisje. Maar je hebt dus een soort uitstraling waardoor mensen een idee van je hebben waarvan jij wel weet dat het niet klopt. Ik vond dat verschrikkelijk ingewikkeld. En dat je niet weet of mensen... Kijk, ineens word je voor van alles uitgenodigd. En dan denk je, ja, god, vinden mensen het nou leuk omdat ze mij leuk vinden? Of is het altijd wel goed als Diebertje Blok op je feestje komt, snap je? Dat is ook niet leuk. Nee. Dus je wordt ook wel wantrouwig tegen. Wat is het vervelendste wat je toen hebt meegemaakt? Nou ja, nee, het allervervelendste was op een gegeven moment wel dat ik een soort dreigtelefoontjes kreeg. Dreigtelefoontjes? Ja. En toen woonde ik in die tijd alleen. En toen had ik ook zoiets van, het enge is dat iemand wel weet dus wie ik ben en hoe ik eruit zie. En misschien ook wel waar ik woon. En in ieder geval dat nummer. En ik weet niet wie hij is. Dat vond ik het meest bedreigende. Dat is het... Naarste. Dat heb ik denk ik wel het naarste, het allernaarste gevonden. Diebertje kwam echt door het scherm heen. Dat was echt een duidelijk voorbeeld. En natuurlijk, haar wilde bos met krullen speelde daar ook in bij. De kijkers vielen het meteen op, want ze kreeg die 5 jaar dat ze heeft omgeroepen... stapels brieven waar ook kammetjes bij zaten van kam je haar eens een keer. Is het waar dat zoveel mensen jouw kammetjes toestuurden?
Nou, er stuurden mensen mij kammetjes op. Het is denk ik wel volkomen eigen leven geleid. Maar ik kreeg inderdaad, ik weet er in ieder geval twee te herinneren van, heb er gewoon één een anonieme envelop waar alleen waar een kammetje in zat. En dit is een kammetje voor Diebertje Blok. En nog eens een keer een borstel en nog een kam. Ja, dat was natuurlijk ook. Kijk, er waren heel veel liefdesbetuigingen en dat soort dingen. Dat was wel, dat was extreem. Allemaal, dat was ook wel, weet je, mannen die, die een hele fantasie over mij kregen en zo. En echt ook dachten dat ik voor ze bestemd was en ook op hun zat te wachten. En ja. En nu hoor ik alleen nog maar van, god, ik was vroeger zo verliefd op je. Of mijn man was vroeger zo verliefd op je. En dan denk ik, ja, was. Ja, dat is waar, maar. Dat is. Nee hoor. Over enkele minuten zullen wij beginnen met een Eurovisie-uitzending vanuit de Koninklijke Schouwburg in Kopenhagen, waar het Koninklijk Deens Staatsballet voor u zal optreden. Deze uitzending zal eveneens worden overgenomen door de televisiestations van België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Engeland, Zweden en Oostenrijk. Wij pauzeren nu totdat de verbindingen in Europa tot stand zijn gekomen. De omroeper was het visitekaartje van de omroep. Het gezicht moest passen bij de identiteit van de zuil. Een omroeper van de VPRO moest er anders uitzien dan een van de NCRV. Opvallend is hoe weinig begeleiding en zorg zij kregen bij het uitoefenen van hun taak door hun broodheren. Ook in dat opzicht was omroeper een eenzaam beroep. En voor EO-omroeper Henriette was de EO een zeer bewuste keus. Wij hadden als EO niet zoveel zendtijd toen. En er was ook een uitzendavond waarin wij aan de beurt waren tussen 10:30 en 11:30 of zo. En mijn eerste uitzending was zo'n dag, van 10:00 tot 11:30. En dus heel laat begon ik eigenlijk op die dag eraan. Je werkte er natuurlijk helemaal naartoe. Ja, ik zie het nog zo voor me. Ik weet nog, ik had er speciaal iets voor gekocht. Wat eigenlijk helemaal niet zo mooi was op het scherm. Maar goed, dat wist ik toen niet. En ja, ik heb mezelf voorgesteld van ik ben die en die. En dat kunt u vanavond gaan bekijken. En ik hoop u nog heel vaak te kunnen begroeten of iets dergelijks. Ik vond het fantastisch. Ik vond het enig. Ik was niet zenuwachtig. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij het programma Het is Oranje op deze Koninginnedag 1987 vanuit Katwijk aan Zee. Als er een programma was geweest ergens over, dan werd ik de volgende dag op straat bij de groenteman aangesproken van, op dat programma. Want dat programma, dat was ik. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. En ik had niks met de inhoud te maken. Ik had het alleen maar aangekondigd. Maar dat begrijpt het publiek niet. Die denkt, nou, zij zegt, dat programma komt nu, dus ze weet er alles van. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ik had het dan ook 's avonds gezien. Dat was ook maar het enige. Ja, of niet. Of ik had niet gekeken. Maar daar waren wel hele leuke contacten door. Maar ook wel eens heel vervelende. Het heeft ook wel, ik bedoel, nogmaals, die groenteman, dat vergeet ik echt nooit, dat ik daar liep de volgende dag voor mijn boodschapjes. Dat er een meneer langskomt, die mag wel eens een nieuwe bril kopen. Het ziet er niet uit. Nou, oké, meneer, dank u wel voor uw advies en voor uw opmerking. Ik was wel altijd zo dat ik dan altijd deed of ik het heel aardig vond, maar ik vond het natuurlijk belachelijk. Ik denk, waar bemoeit die man zich mee? En zulke dingen krijg je ook, een kritiek op je kleding en op je haar. En heb je ook rare brieven gekregen? Ik heb een keer een brief gehad, dat was eigenlijk niet raar. Dat was eigenlijk wel ontroerend. Maar aan de andere kant denk ik, ja, wat moet ik ermee? Het was een brief van een oude mevrouw. En dat kon je aan de handschrift zien. En het was in de zomer, het was warm geweest. Ik had een jurk aan met een beetje een boothals. Nou, heel decent hoor. Maar ze vond dat dat niet kon bij de EO. En ze vroeg me vriendelijk om er toch eens goed over na te denken. En ze sloot een briefje van 25 gulden in om een net blouseje te kopen. Ja, dat was aan de ene kant wel heel lief. Aan de andere kant denk ik, waar maak je druk om? Hè, net als over nagellak, dat mocht niet. Dat opgemaakt zijn bij de EO, dat was ook typisch iets. Dat zullen ze bij een andere omroep nooit gehad hebben, denk ik, als kritiek. Maar bij ons wel. Ze vonden dat je geen make-up moest gebruiken. Nou, dan was mijn reactie altijd, ik ga het niet uitproberen. Maar als u maar één keer zonder make-up zou zien, u weet niet wat die camera daarmee doet. Vanaf het eerste moment dat ik daar ben gaan werken, was ik helemaal NCRV. Absoluut. Ik had nog net niet die C op mijn voorhoofd. Maar
Het hoort ook bij mij, hoor. Dat hoort bij mijn persoon. Als ik iets doe, dan doe ik iets goed. En als ik er niet achter sta, dan begin ik er ook niet aan. Dus dat is dan ook eigenlijk het antwoord op je vraag. Maar het leuke is, ik heb er ook veel geleerd. En zeker over die C van christelijk. Deze week presenteert de EO zich in Haarlem. Daar wordt aanstaande donderdag, 26 oktober, een EO-regioavond gehouden in de gereformeerde Wilhelmina-kerk, die staat aan de gedempte oude... Stop maar even. Zeg maar even dat we het even overnieuw proberen. Start de EO-regio maar weer, John. Er ging iets mis, geloof ik, en we zullen het nog een keertje proberen. Als ik geen tv had, geen Nederland 2 had, of Nederland 1, nou dan wist ik het niet. Ik heb zo'n idee dat ik dan het idee had, dat ik alleen miste wat iedereen ziet. Ik vind het einde, ik kan ervan smullen, want wat moest er anders mijn avonden vullen? Ik moet er naar kijken, ik kan er niet buiten, want wat zou er anders mijn dag moeten sluiten? Dus juich ik steeds bij mijn tv. Ik heb u lief, mijn Nederland 1. Ik heb u lief, mijn Nederland 2. Een onbedoeld bijeffect van het beroep van omroeper was de kweekvijver voor nieuw televisietalent. Mies Bouwman, Sonja Barend, Viola Holt, Bart van Leeuwen, Anita Witsier, om er slechts een paar te noemen. Door het veranderende omroepbestel en het loslaten van de vaste televisieavond van een omroep werden de omroepers overbodig en verdween de persoon die zo vriendelijk zei: "Goedenavond, dames en heren," van het scherm. Een beroep dat slecht betaalde, maar heel graag werd gedaan. Een bijbaantje met grote allure. Ik had gewoon ander werk. Ik werkte bij een reclamebureau. Het was een bijbaantje? Het was wel een bijbaantje. Maar dat werd toch riant betaald, dacht ik? Nou, dat dacht ik niet. Ik wint 100 gulden per avond, inclusief kap- en kleedgeld. Vind je niet riant betaald? Belachelijk. Ik zei altijd, oké, net een oorbel en... Maar moest je dus voor die 100 gulden, zeg maar, kappen, 40 schminken. Euro. Ja. Hoeveel uur moest je daarvoor werken? Van 6 tot 12 ongeveer. Ja. En natuurlijk de voorbereidingen van teksten. Had je nog een kapper die je moest doen? Dat deed ik aan mezelf. Schminken en kappen. En... Ja. Nee, het was heel slecht betaald. Maar waarom was het dan zo leuk om te doen? Daar heb ik me ook wel eens afgevraagd. Het eerste was natuurlijk toch dat de wereld die je naar keek het leuk vond. Iedereen is heel bijzonder. Het is, ik moet zeggen, ik heb de eerste jaar er ook wel van naast mijn schoenen gelopen. Hoor. Ik dacht, goh, kijk mij nou, want ik ben van de televisie, weet je. Dat gebeurt toch met je. Het is instant beroemdheid in die tijd. 2 netten, 6 miljoen kijkers op een avond. Ineens, mensen willen handtekeningen. De hoofdjes worden omgedraaid als je ergens binnenkomt. Dus op een gegeven moment heb je toch zoiets van... Een beetje de koningin. Dan heb ik ook weer heel snel met mijn beentjes op de grond gezet door familie en vrienden. En dus dat, maar dat gebeurt toch eventjes. Dat is in dezelfde orde als dat ik brieven kreeg van kijkers die zeiden van... U moet de N eens goed uitspreken. Ja, kreeg je. Ja, ja. Kreeg je veel reacties trouwens, brieven? Ja, ja. Ik heb mappen met fanmail. Ja? Ja, en ook huwelijksaanzoeken. Ja? Ja. En nog erger? Ja, maar dat vertel ik niet. Ja, en natuurlijk adorerende heren. Ja? Ja, die een keer koffie met je willen drinken. Of andere zaken die wellicht niet in de brief besproken worden... maar wel waarschijnlijk in het hoofd spelen en elders. Ja. Ja? Is dat meer dan één brief? Of... Ja, dat is meer dan één brief, ja. Ik heb er wel een paar honderd gehad in de jaren. Ja. En welke brief daarvan is je bijgebleven? Nou, kan je niet één specifieke brief noemen, nee. Ja, één meneer die zich in totale nakendheid op de foto heeft gezet... en dat heeft meegestuurd. Ja, dan ben je 2021, denk je, ach, zo gaat dat dus. Jammer dat ik die foto niet bewaard heb. Ik had hem je nu graag gegeven. Kreeg je veel fanmail? Oh.
ja, fanmail, haatmail, zeg het maar. Van alles en nog wat. Ja, er zijn natuurlijk ook altijd mensen bij die dan brieven schrijven van... als ik jouw kop zie, dan moet ik over... Nou ja, goed. Die heb je ook. Maar dus van haat tot huwelijksaanzoeken. En, wat is de gekste brief die je hebt gekregen? Weet je, echt, kan je bijna niet uitzenden, hoor. Nou, vertel het. Ik vertel het. Er kwam een brief binnen met een beetje hanenpoterig handschrift... dat je al denkt, in de categorie... welke inrichting komt dit vandaan, zal ik maar zeggen. En daar stonden allemaal plaatjes in opgeplakt op die brief... uit pornotijdschriften. Maar elk vrouwenlijf had mijn hoofd erop. En daar stonden allemaal ballonnetjes bij met hele gore teksten. Nou, allemaal nog tot daar aan toe dat je denkt, oh jee. Alleen aan het einde onderaan de brief zat een plakbandje... en er is een ballonnetje erbij met een pijltje ernaartoe. En dit is een plukje van mijn schaamhaar. Dat ding zo in de brullenbak. En 6 keer mijn handen gewassen. Dat ik dacht, oh jee, ik maak de post niet eens meer open. Nou, ik heb in ieder geval uit die tijd geleerd... dat iedereen wel een mening over je heeft. En dat dat een mening is van mensen die je verder... behalve wat je in die 30 seconden steeds laat zien, jou niet kennen. Dus ik heb het belangrijk gevonden wat mijn collega's vonden... wat mijn bazen vonden, wat mijn familie en mijn vrienden ervan vonden... En ik heb eigenlijk nooit meer post beantwoord. En ook nauwelijks meer gelezen. We hebben een gezicht in ons midden... dat vanmorgen, wat vanavond eigenlijk de spits heeft afgebeten. Moet maar even bijstaan. Dat is Mary Schuurman. Mary, onze toekomstige omroepster. En Mary, waar andere omroepsters jaren over doen, dat gebeurt jou. Je mag je helemaal laten zien. Je weet hoe triest dat is, hè? Dat je altijd maar zo bent en niemand weet wie het meisje eigenlijk is. Nou kennen ze je tenminste echt. Voor bijna alle omroepsters geldt, zo blijkt uit recent onderzoek... dat het een bepalende factor uit hun leven is geweest. De omroepers werden door de kijkers zeer gewaardeerd. En hun bekendheid was in sommige gevallen bijna 95%. Ze worden nog steeds massaal herinnerd en gemist door het publiek. Blijkt uit datzelfde onderzoek. Conclusie. Het is een beroep geweest met betekenis in de geschiedenis van 60 jaar televisie. Maar voor sommigen trok het ook een zware wissel op hun leven. Zo ervoer trotsgezicht Ellen Brussen. Je bent nu 46 jaar. Heb je al veel plastische chirurgen versleten om er zo goed uit te blijven zien? Leuk hoor, Job. Nee, gelukkig heb ik dat nog niet nodig. Alhoewel, ik ben wel blij dat het taboe eraf is. En als ik het nodig zou hebben, zou ik me er niet voor generen om het te laten doen. Maar tot nu toe vind ik dat ik ieder rimpeltje wat er zit echt verdiend heb. Laat maar lekker zitten hoor. Een beetje poeder doet wonder. Je leven verandert heel snel. Het gaat wel geleidelijk. Naarmate je bekender wordt, gaat dat harder. En wordt dat ook anders. De roddelpers duikt op je. Dat vond ik eigenlijk het allermoeilijkste van alles. Dat je privéleven zo onder de loep werd genomen... en zo werd bekritiseerd. En zomaar waar of niet waar werden er stukken geschreven. En dat, daar heb ik me soms wel eens heel erg verdrietig over gevoeld. Maar heeft je dat soort dingen je geraakt? Was dat echt iets wat je... Ja, dat heeft me enorm geraakt. Kijk, als je een interview geeft en je weet waarover het gaat... en je stemt daarin toe, dan is het leuk. En dan worden er mooie foto's gemaakt en dan heb je een hartstikke leuk artikel. Maar dat was dus niet altijd zo. En ja, dan moest je toch de straat op en je moest toch de supermarkt in. En dan had je toch het gevoel dat je allemaal ogen in je nek had. En ja, dat vond ik best wel moeilijk. Heb je ook meegemaakt dat mensen echt infame dingen over je schreven? Of wat dan ook, dat soort gebeurtenissen? Ja. Wat doet dat met je? Nou, dat kwetst je ongelooflijk. En er is zelfs een keer een stuk geweest dat... dat was zo lelijk dat Kees ten Daas, mijn directeur... die heeft toen contact opgenomen met het betreffende blad. Ja. En die heeft om een rehabilitatieverhaal gevraagd. En de Tros en, privé in dit geval dus... Die werkt natuurlijk regelmatig samen, dat is een publiek geheim. Mm-hmm. En ik heb dat ook gekregen. Maar
Het kwaad was natuurlijk al geschied. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, morgen pakken ze de vis erin. Nee, het blijft hangen. Sommige dingen blijven hangen. En dan, dat duurt heel lang voordat het slijt. En dan denk ik, jeetje, ik doe altijd zo mijn best. Laat ik het zo zeggen, ik doe altijd zo mijn best. Waarom moet dan op zo'n manier de kroon van mijn hoofd worden getrokken? En dat vond ik heel moeilijk, ja. Begrijp ik. En ik vond het ook best wel moeilijk. Kijk, dingen als even naar het strand gaan. Ja. En daar met je haar in de war liggen te liggen. Dat is er dan niet meer bij. Tenminste, toen de tijd niet. Nee. Want je was toch het schaap met vijf poten. En ook al had ik zo'n hoed op en... Ik weet nog een keertje dat ik een supermarkt binnenging en ik had een pet op tot hier. Ja. En een sjaal tot hier en handschoenen aan. En ik geloof ook nog een bril op. En toen komt er een mevrouw naar me toe en die legt de hand op mijn hand op mijn karretje. En ze zegt, mevrouw, ik zie je toch wel hoor. In de afgelopen maand werd in een Frans maandblad een artikel geschreven waarin de Franse omroepsters werden vergeleken met dames van Amsterdam. Prostituees dus. En met siervazen. Wij gingen kijken of de Nederlandse omroepsters zichzelf ook beschouwen als siervazen. Het is helemaal mooi. Ze hebben helemaal geen siervaas. Kom nou. Bouwt u mee aan uw eigen NCRV? Toen ik dat las, toen herkende ik eigenlijk erg weinig van onze situatie hier. Ik hoorde dat de omroepsters daar worden toch heel anders beschouwd. Tenminste, die indruk kreeg ik uit het krantenartikel. Als sierfase, meen ik. En ik voel mezelf helemaal geen sierfase. Ik heb me dat ook nooit gevoeld en het wordt ook helemaal niet van mij verwacht. Tensie voor de dia. Tensie voor Viola. En gaan we naar de dia. En cue Viola. Goedenavond, dit is de NOS op dinsdagavond om 9:55 op Nederland 1. En dat betekent dat wij vanavond tot 10:50 doorgaan met de volgende programma's. En pak hem maar. Juist. Tensie voor de tape. Start. De Franse omroepsters worden voor prostituee aangezien, hè? Ja, dat heb ik gelezen, ja. Wat vind je daarvan? Nou, ik moest er eerst ontzettend om lachen. Ze worden, geloof ik, animeermeisje of prostituee worden ze genoemd. Nou, ik weet niet hoe de Franse omroepsters in beeld genomen worden. Hier in Nederland zien we ons alleen maar tot de schouder. En als je wil animeren, heb je daar toch minstens je hele lichaam voor nodig. Dus het leek me al vrij belachelijk. En ik vind het ook niet zo erg als iemand dat zegt. Maar als het in een blad staat, afgedrukt, dan vind ik het wel een kwalijke zaak, ja. Ze werden ook nog vergeleken met siervazen. Ja, daar moet dus erg om lachen. Dat mag voor mij. Dat vind ik niet zo'n punt. Zou jij aan de kijkers meer willen laten zien dan alleen maar je gezicht? Hoewel ik het... Ik hou erg van een close uitsnede, zoals ze dat noemen, omdat ik het directer vind. Mensen moeten niet afgeleid worden door andere zaken. Dat vind ik niet zo nodig. Maar ik kijk ook graag iemand naar het gezicht alleen. Hè? Ik kijk net niet zo goed op kleren. Maar als ik tegen iemand praat, zie ik zijn gezicht en zijn ogen. Vind ik belangrijk. Maar ik heb er niks op tegen om ook... half of helemaal in beeld te zitten? Nee, dat eigenlijk niet. Maar het gebeurt gewoon niet. Wat heeft dat vak van omroeper jou gebracht? Wat heeft het voor jou betekend? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat ik er zelfvertrouwen van gekregen heb. Want je moet het kunnen. Je krijgt het niet uit de hemel. En als een ander denkt dat je iets kunt... Nou, en zet je ervoor en die zegt, doe maar... En of dat nou met zulke avondjurken aan was, of naar Engeland gestuurd werd, of naar Brussel gestuurd. Ja, dat vond ik allemaal prachtig, hoor. Ik verbeeldde me niks, hoor. Nee? Nee. Met het verdwijnen van de omroepers verloor de televisie voor een deel haar functie als huisgenoot. Omroepers. Een uitgestorven beroep. Een heleboel omroepers voelden een behoorlijke afstand tussen de omroep en zijzelf. Ze werden echt... bijna tot hun lot overgelaten. Er werd ook weinig teruggecommuniceerd van je hebt het goed gedaan of je hoort erbij. Ze werden nooit voorgesteld aan de mensen wiens programma's ze aankondigden. Een enkele keer kwamen ze dan wel eens op een nieuwjaarsreceptie als ze zelf erop aandrongen. En dan konden ze mensen ontmoeten en nu weet ik eindelijk wiens programma ik alsmaar aankondig. Dat vond ik echt opmerkelijk, omdat ze zo belangrijk waren voor die identiteit van die omroep en dat die programma's aangeprezen werden. En dat daar zo'n grote afstand was, dat was echt onbegrijpelijk. Denk je dat het ooit terugkomt?
Ik denk dat er ooit wel weer eens een omroep zal zijn die het weer ludiek vindt om het in te voeren. Ja. Maar dan als enige en als... Als grap. Ja. Dit was het. Dames en heren, u heeft gekeken naar... Televisiemonument. Televisiemonument Omroepers. Omroepers. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden en ik wens u verder nog een heel fijne dag toe. Ik hoop dat u, net als ik, daar heel erg van genoten heeft. En ik wens u nog een prachtige dag toe. Neem de mensen zoals ze zijn. Anderen zijn er niet.